En hallo dames en heren, kijk van, hoe heet dat, die YOLO gamer. Ja sorry, soms blijft me nog wel een beetje vergissen. Ik weet niet wat dit af en toe lag is met de map of zo. Maar goed. Maar binnenkort ga ik in elk geval een bed maken en zo. In elk geval goedemorgen. Want ja, voor mij is het nog morgen. Ik weet niet wanneer je deze video ziet natuurlijk, maar goed. Hoe heet dat, waarschijnlijk iets later in de middag en zo. Maar oké, okay, we hadden de vorige keer best wel goed gedaan, vond ik. We hadden veel shit gekregen en zo, veel ores. En ik zei dat ik niet wilde mijnen en dat klopt, maar gezien het nacht is en ik... Nou, alhoewel, ik heb best wel een goed zwaard nu. Ik denk dat het wel kan. Kijk, let maar eens op. Nu gaat het veel makkelijker. Dan hebben we niet zoveel last meer van gevaren. Dat is best wel nice. Nou wil ik helaas wel natuurlijk nog wat betere armor. Voor hoe heet dat, bazen. Want die zijn er wel. Weet dat, er zijn er best wel wat van zelfs. En die zijn later veel sterker. Geloof me. Het is echt niet normaal soms. Maar goed, we moeten in elk geval een paar van die ogen killen als we de eerste bos willen maken. Je hoort het goed. Je kan of de summoning item, dat is waarmee je hem oproept, hoe heet dat, vinden. Of je kan het maken. Dan weten jullie dat nu ook. Dat is handig om te weten, denk ik. Maar goed. Jullie zullen zijn mening zullen maar zeggen. In elk geval, wat misschien wel handig is nu we hier even zo zijn, is om nog even wat hout te hakken. Want het zit zo, als ik een hutje kan maken, dan kan ik dat geld gebruiken om wat te kopen eindelijk eens. Want dat is toch wel handig, want bijvoorbeeld een van de eerste NPC's is natuurlijk, is de tutorial guide zou ik willen noemen. Ik weet even na de naam niet meer. En hij heeft trouwens ook een eigen naam, maar die is steeds anders vandaar. En wow, ik ben misschien bijna wel weer dood. Maar het komt erop neer dat... doen we dit even dicht. Dat, de guide, ja. Hoe heet dat? Eerst krijg je die, dan krijg je vaak als je iets van 50 zilver hebt, de merchant. Dan kan je dingen echt kopen. Dat is natuurlijk wel handig, vind ik. En heel veel andere natuurlijk ook. Zo. We hebben al bijna genoeg. Dus, laten we nog even doorgaan dan maar. Ik ben van plan trouwens nog meerdere huizen te gaan maken. Ik ga waarschijnlijk ook nog een zelf vliegend eiland maken. Want er zijn vliegende eilanden, ja. Maar, weet je dat, ik vond die van de, van toen ze, toen ze eerst waren toch al iets mooier. Dus, dan ga ik mijn eigen maken. En zo, dus, ja, want dat vind ik toch wel iets mooier zelf. Grappig verhaal trouwens, ik had een Terraria server. En met een vriend van mij, Vince, speelde ik daarop. En dan zei ik zo van, weet je dat, ik ga wel mijn eigen vliegend eiland maken. En dan deed ik dat, en ik zei, oh wee. Als er nu dicht in de buurt van mij een vliegend eiland ook nog zit. Grappig genoeg, een paar blokjes verder naar links zat een vliegend eiland. Dus ja, dat was wel iets ervan. Maar goed. Gewoon nogal leuk vooral. En ja. Dus dan gaan we nu even verder. Zo. En ja. Dus eens even verder. Zo, we plaatsen nu die acorns, want dan krijgen we straks bomen en dan kunnen we dat gebruiken voor gebouwen. Wat erg handig natuurlijk is. Vinden jullie ook niet? Ik denk van wel, maar goed. Ieder zo zijn mening. En dan plaatsen we dit hier en hier. Willen ze toch wel een beetje ruimte geven en oeh, handig mushrooms. Voor ons zijn die handig, want die zijn de snelste manier tot voor nu om plantjes, hoe heet dat, later kunnen we de potions ook kopen, maar we kunnen ze ook maken bijvoorbeeld. Op die manier kunnen we sneller, hoe heet dat, onze leven terugkrijgen.
Of levenspunten, hoe je het wil noemen. Oh god, en we zijn naast de Crimson, geweldig. En dat was sarcastisch, want de Crimson is dodelijk. Heel dodelijk. Dus dat is niet leuk. Ja. Ouch. Maar goed, ja. In elk geval hak ik dit hout en koper. Of koper. Want daar heb ik best wel wat hout nodig. Kijk, en dat is bijvoorbeeld een van de dingen van de Crimson. Vooral in het begin zijn ze heel erg dodelijk hier. Dus ik kom alleen om dit hout te hakken. En dat is het. Want ik wil echt nu niet verder in de Crimson. Trouwens ook nog zo'n groot verhaal. Net toen Terraria 1.2.3 volgens mij was geüpdate. Weet dat, en ik met mijn vriend Vince, of ik in ieder geval in mijn eentje ging. Een singleplayer. Toen was ik letterlijk omringd van beide kanten door Crimson. Dus dan moest ik vooral goede gear krijgen, anders kon ik zowat niks. Maar volgens mij had ik toen een nieuwe map gemaakt en toen gezegd van laat maar. Maar ik weet niet meer echt zo goed. Ik had er niet veel meer mee gedaan met die map. Dus dat moet in elk geval alvast genoeg zijn voor wat nieuwe bomen. Dat doen we dan ook wel even hier. Nog een beetje. Zo. Dan hebben we dat nou voor geregeld. Eens kijken. Laten we dan maar naar rechts gaan, zullen we maar zeggen. Ja, dit is nu niet echt veel. Anders, denk ik, te doen. Zo. En dan gaan we wachten. Oh, horen jullie ook het mooie gechirp van de vogels? Zo. Ik ga dan nog wel even die koper smelten. Kijken of er echt niet nog wat anders bij is. Wat misschien handig is. Nee, het ziet er niet naar uit. Ik denk dat we dan maar gaan. Nou, ik wil wel een fishing pool maken en zo. En ja. Laten we dan maar gaan. Dus laten we dan maar gaan. Oep. Wow. Hey, stoute slime. Af. Stout. Heel stout slime. Beter. Oké, laten we eens kijken wat er dan deze kant op is. Ik heb het gevoel dat ik iets ben vergeten of zo. Ik weet alleen niet wat. Nou ja, ik denk niet dat ik echt iets ben vergeten. Maar goed. Oeh, een chest. En nog zo'n boom. Geweldig. Oh, en deze is vooral diep. Eigenlijk had ik deze dan moeten nemen. Nou, we kunnen altijd nog verhuizen als we dat willen. Dus hé, dat kan. Weet je wat, waarom doe ik dit gewoon niet? Want hoe heet dat, dan kan ik veel makkelijker hier ook komen. Oh, en een speciale chest ook nog. Weet je wat, laten we hier maar onze woning opzetten. Dat lijkt me misschien toch wel een beter idee. Ik weet dat het raar is om te verhuizen en zo, maar het ziet er nu al eigenlijk als een goed idee uit in mijn ogen, hoor. Want, you know. Ach, we blijven wel gewoon op de plek waar we dus nu zitten. Maar ik wil wel even kijken wat hier beneden is. Waarschijnlijk niet veel speciaals, maar gewoon zo'n weg naar beneden. Als ik het goed heb. Het lijkt erop dat ik dat goed heb. Het is alleen wel mooi dat hier veel iron is. Of een klein beetje. Ik weet niet. Ligt eraan hoeveel jij veel vindt. Dus ja. Laten we het dan maar even hakken. Oh ja. Best wel ironisch. Had ik nog zo beloofd dat ik probeerde dit niet zoveel te doen. Maar ach, we hebben al een beetje verkend. Maar je kan ook maar zoveel verkennen, weet je. Soms is het zo van, ja, ik moet even minen en van, ja, ik moet even open kijken en wow. Dat ziet er niet zo nice uit. Een skelet daar. Dit gaat best wel diep en oeh, tungsten en een hard container. Goed dat we hier naar beneden zijn gekomen.
Dus dan doen we even dit. En dan gaan we dit even hakken. Die tungsten. Hoeveel hebben we? Nou, ik denk niet dat we genoeg hebben om nog even wat moois echt te maken, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Ah, kut man. Maar goed. Zo, daar zijn we dan weer vanaf, die kut one. Maar goed, laten we maar naar boven gaan. Hup. Oh. Zo. Nou, dat heeft ons toch best wel wat mooie materialen opgeleverd. In dit begin althans. Dus ja, laten we nu maar naar boven gaan. Zo. Dan hakken we dit ook wel even los. Dan hebben we dat ook weer gedaan. Ik vertelde een grappig verhaal over hoe ik was ingesloten door de Crimson. Ondertussen ben ik weer ingesloten door de shit Crimson. Oké, dat wil dus zeggen dat we niet zo ver kunnen nu, want anders ben ik gewoon de eerste paar stappen verder gewoon dood. Dus ik moet zorgen dat ik wat betere armor en wapens en zo krijg, anders ga ik het niet lang overleven. Dit lijkt al alsof dit goed is, maar geloof me, ik ga wel wat meer nodig. En er is ook iets dat heet een grappling hook. Dat is ook heel handig om te navigeren vooral. En dat hebben we ook nodig. Vooral bij de Crimson ook. Eigenlijk dat ding is gewoon handig ook om te krijgen. Maar in elk geval, dus dat gaan we proberen en ja. Voor de rest zien we dan wel hoe we dit gaan oplossen. Het is ook iets dat we kunnen zorgen dat dit een andere biome wordt, de Crimson, maar voor nu kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen. Behalve zorgen dat we beter armor hebben en het door proberen te gaan. Dat is echt alles wat ik er zo wat aan kan doen. Niet meer en niet minder. Dus laten we maar even teruggaan. Jammer. Maar ach, ik wist het zelf ook niet dat dat hier was. Maar dat kan gebeuren, dus zoals je ziet. Dan hakken we dit koper wel en ja. Stomme Crimson. Of Crimson. Crimson. Crim en Crim. Daar hou ik het op. Maar, dus eigenlijk hebben we nu betere armor nodig en ja. Dan kunnen we proberen doorheen te gaan. Het is niet dat de ondergrondse wereld niet saai is of zo. Maar het is wel een beetje van. Meestal kom je daar om te mijnen vooral. Dus even kijken. Volgens mij kan ik op het moment niet echt veel nieuws maken als het goed is. Waarschijnlijk is dat ook zo. Nou, best nog wel wat Iron Bar, als ik het zelf zeg. Nou, we kunnen ook wel een nieuwe boog maken. Dat is wel handig. We doen die nieuwe boog. Eens even kijken. Reinforced fishing pool. Niet echt nodig. Kijken. Het ziet er niet uit alsof er nog echt wat anders is dat ik nu zou kunnen maken. Ja, hoe heet dat? Chains heb ik uiteindelijk wel nodig, maar dan heb ik eerst een ander materiaal ook nog nodig. Dus dat is een beetje balen, soort van. Nou, wat ik dan nu ga doen is een huis. Hoe heet dat? Een klein huisje maken voor een NPC. Want ja, dat is denk ik het beste wat ik nu kan doen op het moment. Zorgen dat ik wat basic dingen heb, zodat we verder kunnen uiteindelijk. Ik moest dit huisje toch wel vroeg of laat maken. Dus beter laat. Zullen we het dan maar gewoon nu maar doen, zal ik maar zeggen. Dan hebben we dat ook maar gehad. Dan gaan we helemaal naar beneden.
En dan hebben we nodig dit. En dit. Oh, en een deur natuurlijk. En ook wat van dat. Dan gaan we weer helemaal naar boven. En dan hakken we dit wel even weg. En dan doen we het zo. Zo. Ik denk zelf niet dat dit echt groot genoeg is, maar goed. We kunnen dan onze kisten opslaan. Misschien. Dat is ook wel een goed idee. Hebben we ook wel daar een opslagnaak voor nodig. Dus. Kom op. Zo. Sorry als ik niet te enthousiast overkom. Waarschijnlijk komt het omdat ik nogal vroeg opneem vandaag. Het is bijna 9 uur 's ochtends. Dus ja. Daar kan het aan liggen. Ik weet niet. Waarschijnlijk is dat het. Question mark. Zo. Misschien dat we nog hierboven dan het doen. Dat het dan goed is, denk ik. Of hoop ik tenminste in elk geval. Dus dan doen we nu dit. Plaatsen we een deur. Dus. Zo. Tadaa. Pakken we even onze hamer om dit te hakken. Dit kan je trouwens tegenwoordig ook doen en zo. Dus om het, weet dat een beetje mooi te maken als je zo'n huis wil met zo'n mooi dakje. Dan kan je dat doen, dus dat is ook wel best mooi. En we hebben hier licht in nodig. Zo, dat moet in elk geval genoeg daarvoor zijn. Maak aan deze kant natuurlijk ook wel even een hutje. Want er gaan best wel wat NPC's komen. En dan doen we hier ook wel zoiets. Misschien toch wel dan een beetje kleiner voor, denk ik. Weet ik niet zeker natuurlijk. Maar dat zien we wel snel genoeg. Of dat vinden we snel genoeg wel uit, hè? Zo. Tada! Ziet er zo wel goed uit, denk ik. Dan halen we even wat spulletjes. Dan maken we nog een paar dingen. En ik denk dat ik dan de episode weer beëindig. Ja, sorry. Het gaat ook snel. Dus dan doe ik dit. En ja. Doe ik dit er ook nog even bij. En dan wacht ik, had 2 deuren nodig. Dan gaan we helemaal naar boven. En dan doen we het een beetje. Zo. Zo. Dan gaan we dit ook wel even weg. Zodat we zeker weten dat ze niet er doorheen zakken. Ongeluk. En dan doen we dit. En tada. Hoef alleen dit nog te plaatsen. Nou, het is niet zo handig om eigenlijk de deur daarmee te blokkeren als je erover nadenkt. Zo. Dat is denk ik wel beter. Zo.
En dan plaatsen we hier dit en dan kunnen we daar weer een andere keer bovenop houden. En om trouwens te testen of er mensen in kunnen, dan moet je dit doen. Dan zou ik bijvoorbeeld dit kunnen doen. Doe dit. Ga ik naar beneden. Wacht, ik hun wel even. En vecht ik ook wel deze even. En maak ondertussen ook nog wel even wat wooden walls. En als ik dan terugkom, als het goed is, moet dan de NPC er zijn. Maar dat is niet altijd zo. Soms duurt het ook wel even voordat ze erin zitten. Dat kan ook namelijk. Ja, zie je? Wauw, lol, er valt echt precies een ster bij ons in de buurt. Dat is best wel wat geluk als je erover nadenkt. Een beetje zoiets. Ik vraag me af of hier een chest onder past. Nope. Dan moeten we het denk ik iets lager nog maken. Doen we het wel zo. Werkt dit? Ja. Mooi zo. En dan hakken we de rest nog een beetje weg met de hamer. En nu hebben we ook een kamer waar we onze dingen kunnen in opslaan. En dat was het dan weer voor deze episode in Terraria. Ik heb niet echt kunnen doen wat ik wilde doen. Zo, ik wilde namelijk echt verkennen, maar ja, we hebben dat gedaan, maar we konden niet echt veel verder komen, zullen we maar zeggen. Dus, maar eigenlijk wat we de volgende episode gaan proberen te doen is proberen dingen te krijgen zodat we er wel makkelijker doorheen kunnen komen. Dus ja, wat gaan we dan doen? Nou, ik hoop dat jullie alvast een hele fijne dag hebben en ik zie jullie op de volgende episode. Doeg!